Een grote groep familie, vrienden en collega's helpt Bart en Mariska Oving vanochtend. Langzaam maar zeker raakt de stal weer vol met kippen. Heerlijk. Ja? Ja. Wat doet het met jou dat de stal weer vol is? Ja, goed gevoel. Sowieso zoals je hoort. Ik bedoel, dat hebben we al 3,5 maand niet gehoord. Op 16 augustus zijn ze vergast. En het is nu 30 november, dus 3,5 maand later. En we hebben dat vertrouwde geluid weer in de stallen. De familie Oving heeft een moeilijke tijd achter de rug. Eind juli gaat het bedrijf op slot. Het verboden middel fipronil is aangetroffen in de stal en de eieren zijn besmet. Ik vind het nog wel heel lastig. Juist omdat het gevoel van onzekerheid, het gevoel van onrecht, hè, of het allemaal nog wel nodig is geweest, dat gevoel is er nog steeds. En ja, daar hebben we eigenlijk nog steeds wel last van. Dus we zijn blij dat we nu gewoon weer ons dagelijkse ritme kunnen oppakken. Maar het gevoel, dat zit wel diep. Oving had deze kippen ook af kunnen zeggen, maar dan duurt het nog maanden voor er nieuwe kippen naar Odoornerveen komen, omdat veel kippenboeren nieuwe kippen hebben besteld en er een wachtlijst is. De afgelopen maanden is er 10 keer schoongemaakt, maar er zit nog steeds een kleine hoeveelheid fipronil in deze stal. Toch neemt de familie Oving de gok en zijn er weer kippen in de stal. Omdat de waardes in de stal, die waren wel dusdanig laag, dat ze, dat de geleerden zeg maar wel zeggen van nou, die gok kan je nemen. Want door het gedrag van de kip komt dat er dan wel weer uit. Dus dat gaat wel goed komen. De komende weken gaat er geen ei het erf af. Over 28 dagen worden de eieren opnieuw getest. Bert en Mariska hopen dat de waardes dan laag genoeg zijn. Is dat niet het geval, dan moeten ze opnieuw geduld hebben. Ja, dan moeten we gewoon nog even doorzetten, want het blijkt wel, uiteindelijk gaat het eruit. En de waardes waren nu wel zo laag, dat de verwachting ook is dat het eruit gaat. Mocht het inderdaad over 28 dagen nog niet zo zijn, ja, dan moeten we nog even 2 weken langer doordoen en dan weer opnieuw monsteren. Oving heeft trouwens 2 kippenstallen. De kippen voor de andere stal komen in februari.